Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb echt onwijs veel besteld de afgelopen tijd. Bij Shein, bij Lofies en bij de Stradivarius. En dit is geen spon, ik heb het gewoon zelf betaald. Het is onwijs veel. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een shoplog weer filmen. Want dat is best wel weer lang geleden. Het is allemaal zomer gerelateerd. Dus echt hele leuke zomer items. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten naar de items. En heb jij zin in deze video en ben je benieuwd wat ik heb besteld? Blijf even kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me heel erg blij mee. Ik ga ook alle outfitjes en items ga ik passen en aandoen. Dus dat gaan jullie ook zien. Laten we beginnen met deze video. Vandaag is zeg maar moederdag en wordt het 30 graden. Ik zit op zolder nu. Bloedheet. Ik begin gewoon met het allereerste item en dat is van Lofies. En ik zag dit setje en ik vind dit echt helemaal het. En dit zie je dus nu heel erg veel. Dit topje met van die strikjes. Maar ik vind de kleurcombinatie echt fantastisch. Het is wit met groen en lichtroze. Dus dan heb je dit blouseje en dan loopt hij zeg maar aan de onderkant wat wijder uit. Een beetje zo'n peplum-achtige top. En dan heeft hij nog hier ook een soort elastiek met een wijd mouwtje. Dus dat is echt een leuke blouse. Dit is ook leuk gewoon boven een broek. Een spijkerbroek. Maar ik vond het in set in combinatie dus heel erg leuk. Want ze hebben hier ook een broekje van. En dat is deze. Ook heel lekker met zo'n band. Ik heb hem aangehad en ik pas hem. Dus dat is heel fijn. Het broekje heb ik in een maatje M. Daar staat geen prijs op. Staat hier wel een prijs op? Nee. Even de prijzen erbij. Even kijken. De blouse die is 40 euro. En het broekje is 25,99 euro. Ik heb het broekje in een maat M en de blouse in een S. Maar dat had ook wel in een M op zich gekund. Want als ik dan zo doe, dan zit hij wel wat strakker bij mijn schouders. Maar het past wel gewoon. En ja, hier moet je gewoon een soort van boobtape of zo onder doen. Want je wil niet je BH-bandje zien. Maar hier ben ik heel erg blij mee. Echt een leuk setje vind ik dit. Dus dat is mijn bestelling bij Lofies. Alleen dit. Oh nee, dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Ik heb deze armband ook nog gehaald bij Lofies. Met van die bedeltjes. Dus deze. En die heb ik ook in een ketting, maar die heb ik nu niet om, maar het lijkt er wel een beetje op. Maar het is eigenlijk precies dit armbandje, maar dan ook in een ketting die ik ook bij Lofies heb besteld. Volgens mij was die ketting 20 euro en de armband 15 euro en dan is het wel stainless steel. Het is wel iets geel, zeg maar. Het is geler dan mijn andere sieraden van goud, maar op zich, ik vind het helemaal leuk. Dan het setje van Lofies en die vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dit is dus de top. Zo. Super leuk. En dan is dit het broekje. Het broekje is wel een beetje modelloos. Maar met dit setje zo vind ik het dan wel geinig. Ik ben ook helemaal into de bedels nu de laatste tijd. Dus dat heb ik besteld. Laten we dan nu doorgaan naar de Stradivarius bestelling. Want dat zijn twee items. En dan gaan we door naar Shein, want Shein is heel veel. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb 3 broekjes besteld bij Stradivarius. Maar 1 daarvan heb ik al retour gedaan. Dus ik kan nu 2 broekjes laten zien. Degene die ik retour heb gedaan was gewoon zo'n mom jeans-achtige spijkerbroek. Korte broek. Maar paste echt totaal niet. Hier ben ik wel weer heel erg blij mee. Ze hebben daar bij de Stradivarius echt een hele mooie linnen collectie. Ook met lange broeken. Ook een witte. Die staat nog op mijn verlanglijst. Maar elke keer is die uitverkocht. Dus daar wacht ik nog op. Maar deze korte linnen broekjes zijn echt fantastisch. Want dit zit onwijs lekker. Heb ik dus in de maat 38. En ze kosten 19,99 per stuk. Maar ik heb dus een zwart broekje. En ja, het is gewoon ook heel stretchy. En er zit een zak in. Het is gewoon echt een heel fijn broekje. En dit zijn van die broekjes. Dat heb je aan, maar je hebt niet door dat je iets straks of iets aan hebt, weet je wel. Het is gewoon zo fijn. Nou, en die heb ik dus ook. Ik zal even de rits dicht doen. Een beige, centachtige kleur. Echt onwijs mooi. Ik vind het ook gewoon een heel fijn broekje en een heel mooi broekje. Dus dat is deze. De knoop vind ik trouwens ook echt prachtig. En de prijzen van de Stradivarius is gewoon echt top. Dus deze broekjes ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik hier het broekje van Stradivarius. Die vind ik echt heel erg lekker zitten.
Dus dat is deze. Dat is gewoon zo'n linnen broekje. En die van de Stradivarius heb ik dus ook in het zwart. Is ook gewoon zo'n lekker linnen broekje. Zit gewoon wel wat losser, maar niet te los. Is gewoon prima. Is gewoon lekker voor erbij. Dan de Shein-bestelling. Dit is echt onwijs veel, dus ik pak gewoon het eerste wat ik zie. En dat is een topje. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat ik dit gewoon allemaal ga passen. Maar ik zag dit topje dus voorbij komen. En toen dacht ik, ja, ik ben... een motor. Ik ben helemaal weer into de panter. Volgens mij is iedereen weer into de panter. En dit is altijd top. Gewoon een bandeau top met een blazer eroverheen. Klaar. Dat leuke zwarte linnen broekje. Oeh, dat vind ik wel een leuk outfitje. Maar dit is de top. Hij schijnt wel een beetje door als ik dat zo zie. Maar ik denk dat het eigenlijk wel goed gaat. Maar hij ziet wel heel... Oh nee, valt eigenlijk wel mee. Hij lijkt heel breed zo. Maar ik denk dat het echt wel goed gaat. Er zit dus ook heel veel stretch in. Maar ja, ik vind het helemaal een leuk printje. En dit is gewoon echt altijd goed, zo'n bandeau top. Dus die heb ik besteld dus bij Shein. Een maatje M, dus 38. En hij was €3,55. En dan hier nog het pantertopje. Niet kijken naar deze combi, maar ik had deze nog even aan met de passen. Maar ook echt een heel fijn topje. Hij loopt dus zeg maar wat ronder. Dat is wel heel fijn. Ik heb er nu niks onder. Hij schijnt ook niet door. Dat is op zich wel positief. En hij blijft ook zitten. Dat is ook fijn. Leuk met die grote bomber jas erover of zo. En dan een zwart broekje of zo. Dus ja, echt wel een leuk top. Het volgende item, wat is dit? Oh ja, top. Oeh, hier ben ik ook wel blij mee. Maar dit is niet echt een lekker stofje. Gewoon een basic wit strak shirtje. Want ik merk, zeg maar, ik heb altijd van die bodies aan. Ik heb een lange mouw body. Ik heb een zonder mouw body. Maar ik heb nog niet echt een strak wit basic shirtje. Of een strak zwart basic shirtje. Wat je bijvoorbeeld gewoon met een wijde broek doet. Maar dat heb ik dus nu wel. Ik heb een maatje M, 38. En dit is dus gewoon een basic wit topje. Maar dit is wel echt zo'n sportstofje, zo'n polyesterstofje. En ik hoopte eigenlijk dat het gewoon katoen was. Is mijn fout, want je kan het gewoon in de beschrijving zien. Maar daar heb ik niet naar gekeken. Ja, 92% polyester, 8% elastan. Geen idee. Maar goed, dit is dus in ieder geval de top. Even kijken, die heb ik dus in de maat M. En die is €5,33. Dan dus het shirtje. En dit is precies wat ik bedoelde. Ik heb er trouwens ook een zwarte BH onder. En het schijnt wel een beetje door, maar helemaal niet zo heel erg. Dus dat is eigenlijk wel fijn. Het is wel een dik stofje. Maar dit is gewoon leuk met bijvoorbeeld zo'n zwierig zwart los broekje ook zo. En dan witte sneakers eronder. Het is gewoon altijd zo'n basic item. Oké, het volgende wat ik heb besteld. En ik ben heel erg benieuwd of dit de goede is. Ik heb namelijk twee leren bomberjasjes besteld. En eigenlijk hoopte ik... Of hoe zeg ik dit? Ik had... Deze volgens mij is dit de eerste die ik zag. En hij stinkt niet. Oh, thank god. Ik vind leer... Dat leer van Shein en zo is echt vaak... Dat stinkt gewoon naar vis. En dan draag ik het niet, doe ik het weg. Dat vind ik gewoon zo vies. Maar deze ruikt gewoon nergens naar. Maar dit is dus een leer bomberjasje. En ik heb hem volgens mij... Ja, maat XL. Mijn schoonzusje had laatst een outfit aan, ook met zo'n leren vintage bomberjasje. En dat stond daar zo goed. Toen dacht ik, dit wil ik ook. Maar zij had het dus ook vintage via Vinted gehaald. Maar ja, dat is dus niet zomaar te koop. En toen zag ik dat bij Shein en toen dacht ik, hey, leuk. Maar ik had eerst deze variant in mijn winkelwagen gedaan. Maar dit is echt zo'n glimmende leren stof. En daarna zag ik een andere variant en die vond ik mooier. Dus ik dacht dat ik deze eigenlijk uit mijn winkelmandje had gedaan. Maar blijkbaar heb ik hem mee besteld. Maar goed, misschien is die aan wel mooier dan die ander. Dus nu kunnen we gewoon kiezen. Maar, lang verhaal. Dit is dus een leren bomberjasje. Dit is natuurlijk weer helemaal trendy, die bomberjasjes. Ik had het vroeger ook altijd in ja, verschillende kleuren. Maar ik vind dit zwarte dus echt wel heel erg tof. Met een witte leren... Witte linnen broek en dan die witte top of zo, weet je wel. Heel erg benieuwd. Ik heb er dus expres voor gekozen om een lekker groot te bestellen. Ik vind zo'n jasje mag wel lekker baggy vallen.
Dus dat is deze. Het ziet er echt super goed uit. Moet ik echt eerlijk bekennen. Ik ben alleen niet helemaal weg van dat hele glimmende leer. Dat lijkt gewoon heel nep. Maar hij ziet er verder echt heel goed uit. Dus jullie gaan het in de aanbeelden zien. Ik denk dat dit deze variant is. Die kost €23,50. En die heb ik dus in een XL. Ik zal nu wel gelijk dat andere jasje pakken. Dat is deze. Oké, dit moet ik echt even aanzien. Misschien staan die andere toch wel beter. Maar dit is ook een soort leren bomberjas. Maar die is wat minder glimmend. Oh, ik vind deze wel heel tof hoor. Ja, dit moet je even aanzien. Want je ziet er nu eigenlijk niet zoveel van. Maar het ziet er echt wel gaaf uit. Misschien hou ik ze ook wel bij hem. We gaan het aanzien. Hij stinkt ook niet. Maar ik zie hier nu een afwerking. Dat is boven aan de rits. Dat er wat draadjes los hangen. Dat is een stikseltje. Het is niet kapot of zo. Dus dat kan ik op zich wel afknippen. En dan zijn die draadjes weg. Maar verder ziet hij er goed uit. Ik heb deze dus in de maat L. En hij valt echt huge. Of course, als je een maat groter bestelt dan normaal. Dan valt het ook groot. Maar deze valt echt huge. Maar het is ook altijd zo heel mooi. Dus even kijken of ik er niet in verzuip. Dat is dit jasje. En die is €36,50. Dus die is wel iets duurder voor je in. En dan deze bomber. Die vind ik eigenlijk ook wel heel gaaf. Dat is die glimmende, zeg maar. Dat leer. Dit is echt wat meer een bomberjasje. Ook qua vorm en zo. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Dus, moet je nagaan dat dit een XL is. Het valt eigenlijk echt wel mee qua grootte. Ja, ook leuk. Nou, dan dit leren jasje. En dit is zeg maar die bomber waarvan ik dacht dat die ook heel mooi zou zijn. In de maat L. En dat is die ook. Ik vind dit echt heel tof. Hij is dus echt wel wat groter, maar daar hou ik wel van. Het mag van mij ook wel lekker wat oversized te zijn. Dus ja, ik vind dit echt een hele gave jas. Bomber. Zomer komt er weer aan en ik wilde echt weer allemaal nieuwe bikinis. En ik ging gewoon kijken op gewoon andere sites dan Shein. En ik weet niet. Ik vond niet echt helemaal leuke. En toen ging ik op Shein kijken en toen vond ik heel veel bikinis. Dus ik heb er heel wat besteld. Deze heb ik aangehad. Of aangehad. Ik heb hem gepast al. Maar deze ga ik ook retourneren helaas. Maar hij is echt leuk. Ook hoe hij eruit ziet. Echt een hele leuke bikini. Het is namelijk een beetje zo'n zebra print. Maar dan in zo'n bruine panterkleur, zeg maar. Echt heel erg mooi. Het broekje, ja, een beetje sexy. Maar hij zit wel heel mooi. Alleen het topje zit echt voor geen meter. Dus die ga ik... Ja, ik ga deze bikini dus retourneren. Ik dacht, mooi als ik een keer bruin wil worden, is zo'n topje echt heel handig. Maar het bedekt zeg maar bijna niks. Het zit echt niet mooi. Dus het was heel leuk. Het had leuk kunnen zijn. Er zit ook vulling in, die kunnen eruit. Maar bij mij past het gewoon niet. Deze bikini kost, even kijken, €9,50. Dan hele leuke kleurtjes. Ik vind roze met oranje zo gezellig. Zo leuk en vrolijk. Deze heb ik nog niet gepast. En ik hoop echt dat ik deze ga passen. Ik vind het zo mooi. Kijk nou, dit is toch vrolijk als je lekker een beetje bruin bent. En dan zo'n ketting erbij. Helemaal leuk. Dit is een broekje. Het ziet er echt heel goed uit. Het ziet er ook uit als ik hem ga passen. Deze is dus wat minder sexy. Dus wel gewoon een beetje een normaal broekje, zeg maar. Dat vind ik ook wel even fijn. Ik hoef niet allemaal helemaal zo in de kont. Nou, band. Lekker stretchy dus. Ik heb dit in een maatje. Maatje M. En dit topje. Ik vond deze zo leuk. Ik hoop echt dat ik hem pas. Maar het ziet er wel veelbelovend uit. Dit is het topje. En hoe schattig met die gouden pareltjes daar. Ik vind hem zo leuk. Ik denk dat dat wel gaat passen. En dan de vulling eruit. Mooi dit. Maar even de kleur. Dit is toch mooi. Dus deze heb ik besteld. Ik hoop dat ik hem pas. €11,50. Dan een andere bikini. En dit is een groenige kleur. En deze pas ik op zich ook. Ik heb deze dus ook al gepast. Maar er is een maar. Hij staat heel mooi. Ik vind de top echt prachtig. Maar de binnenkant is dus wit. En je ziet gewoon, als je hem aan hebt, zeg maar,
soms dat witte eronder uitkomen. En dat vind ik niet zo heel mooi. En dat is dus ook met het broekje. Het broekje is ook echt prachtig. Ook niet heel sexy, zeg maar. Gewoon, of, ja, gewoon normaal. Het zit niet helemaal zoals een string. Maar ja, dat witte, dat zie je dus een beetje... Soms krullen broekjes gewoon een beetje zo op. En dat zie je dus bij dit broekje ook. En dan zie je dus wit. Dus het was mooi geweest als de binnenkant dezelfde stof was. Maar desalniettemin vind ik deze bikini echt heel erg mooi. Ik vind de kleur mooi. Een beetje dat olijfgroenige kleurtje. En dat stofje vind ik ook heel erg mooi. De details zijn zilver. En er zit gewoon lekker veel stretch in. Ik heb deze ook weer in de maat M. En de past... Het past goed. Het L had perfect geweest, maar M. En die kost €14,50. Goed, en dan gaan we als het goed is naar de laatste bikini. En het is weer een kleurtje met roze en oranje. Ja, ik vind deze ook zo mooi. Deze zit zo goed ook. Dit is een broekje. Dit is een wel iets sexier broekje. Maar zo mooi. En die valt dan iets meer zo. Ik krijg een beetje Bayou de Label vibe van dit broekje. Echt heel erg mooi. Hij is ook gewoon lekker stretch. Dus dat is die. En het topje vind ik ook echt heel mooi. Hij past ook heel erg goed. Dat is deze. Ja, niks aan toe te voegen. Ik ben weg van deze bikini. Ik vind die kleurtjes ook gewoon allemaal zo leuk. Dus dat is die. Deze heb ik in een L, want hij viel kleiner, stond in de beschrijving. En ik pas hem echt perfect. Hij was €11,99. Dus ja. Ik kan er weer tegenaan met de bikinis. Goed, dan gaan we door naar weer kleding. En ik heb bij Shein ook nog een basic wit topje besteld. En dit hoort bij ook iets wat ik bij Shein heb besteld. Dus anders pak ik dat wel eerst. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Dit kan echt fantastisch zijn of helemaal niks. Dit is zo'n gehaakte top. Met beide mouwen. Ik vind de lengte niet mooi. Het valt een beetje... als een zak. Maar als je dit nou een beetje zo onder je BH doet. En dan heb je dus van die wijde mouwen. Ik denk dat dit best wel een tof festival outfitje kan zijn. En dan met dus een bralette eronder. Maar ik dacht, als een bralette niet helemaal het is. Dan vind ik gewoon een wit topje eronder ook heel mooi. Dus dan zie je gewoon je huidskleur. Maar dan met nog wel gewoon een wit topje. En ik dacht, dan is deze dus perfect. Dus dit topje heb ik voor deze besteld. Dus laten we eerst even naar het topje gaan. Het topje is gewoon heel basic. Er zitten geen naden in of zo. Dus het is echt zo'n mooie strakke top. Heel erg stretchy. Dus dat is ook heel erg fijn. En die heb ik in een maatje M. En dit topje kost €4. Nou, en dan heb ik dus dit gehaakte. En dit vind ik leuk voor naar het strand bijvoorbeeld. Maar eigenlijk ook voor festivals. Dus ik heb met het oog voor festivals heb ik hem besteld. Deze heb ik ook in een M. Want ik vind het wel leuk als die wat... groter valt en dat je dit dan dus een beetje onder je BH zo doet. Leuk met dus een bralette top eronder of dus zo'n topje wat ik net liet zien. Deze heb ik in de kleur wit. Je hebt hem ook in andere kleurtjes. In een maat M dus en die kost €14,99. En daar heb ik ook nog voor onder dat topje. Precies dezelfde die ik in het wit heb, maar dan ook nog even in het zwart besteld. Ik dacht misschien is dat ook wel leuk onder dat gehaakte. Geen idee, maar het is altijd handig zo'n topje. Dan het gehaakte topje. Ik heb er dit zwarte bandeau topje onder gedaan. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Je kan hem dus zo dragen. Je hebt deze top dus ook in een beetje een crème kleur. Dus daar zou ik eerder voor kiezen. Want het wit is wel echt wit-wit. Maar ik denk, als ik het zo doe, dat het dan leuker is. Kijk, ik vind het zo al leuker dat je hem een beetje krop doet. Moet ik dat daarachter ook doen hoor. Maar dit is toch wel een heel leuk outfitje. Moet ik alleen even dit nog vastmaken. Maar zo met dat losse broekje. Dan een item wat je dus nu heel veel ziet. En ik zag deze op Shein. En toen dacht ik, oh, ik heb deze bij zoveel Nederlandse webshops gezien. Maar ik heb hem dus van Shein. En ik vind hem echt heel leuk. Ik hoop dat ik hem pas. Hij ziet er namelijk erg groot uit. Jeetje. Oké, dit moet ik echt even passen. Maar het is een panterprint top met dus weer van die strikjes. Hoe schattig. Het is een korte mouwtop, een beetje zo'n poftopje. Pofmouwtjes, hier zit een elastiekje waardoor die wel weer mooi aansluit. Maar hij ziet er heel breed uit. Echt heel breed. Misschien
Ja, ik denk dat je dit nog wel iets strakker kan knopen misschien. Nee, eigenlijk niet. We gaan zien of hier een beetje vorm in te krijgen is en of dit wat is op de aanbeelder. Maar ik vind dit wel heel erg leuk. Ook met een kort broekje, maar ook met een spijkerbroek of zo. Maatje M en hij kost 16 euro. Nou, dan dit topje. En aan de ene kant vind ik het heel leuk. Maar aan de andere kant eigenlijk ook helemaal niet. Ik vind de bovenkant eigenlijk heel leuk zo. Maar dit niet. Het zit zo wijd. En ik heb het al op het strak zeg maar gestreekt. Dat hoort zeg maar zo. Dus je kan er ook echt, nou ja, naar binnen kijken zeg maar. Dus het is wel gevaarlijk. Dus nee, dit topje die gaat weer weg. Maar het idee was wel heel leuk. Dan zijn we er nog niet. Ik heb echt veel besteld, hè. Oh, hier ga ik even goed voor zitten. Oké, dit voelt onwijs goed aan. Helemaal dikke, chique kwaliteit. Dit is echt heel tof. Het is echt onwijs dik van kwaliteit. Het is een beetje een linnen broeken vibe, maar echt heel dik. In het zwart, het is een wide leg pants. Oh. Nou, dit moet je op de aanbeelden zien, maar daar hoort dus dit topje bij. En dan lijkt het net of je zo'n pak aan hebt. Oh, dit vind ik gaaf. Hieronder zit de elastiek. Ik weet niet of het te zien is op beeld. Maar de kwaliteit van dit pak is echt onwijs dik en mooi. Zeg maar, dit zou zo 100 euro van de Zara kunnen zijn. Geen grap. Het is echt heel mooi. Ik ga het passen. Ik wil dit gewoon weten hoe dit staat. Ik hoop dat het mooi is. Dat de lengte ook goed is. Even kijken. Die heb ik in de maat M. En dit hele setje betaal je dus samen 29,50 euro voor dit hele setje. Goed. Dit had heel leuk kunnen zijn. Het topje vind ik echt super leuk. Sluit ook mooi aan. Alleen je wordt wel echt een beetje gekild. Wat wel opvalt is dat hier loopt hij wat meer zo. En hier loopt hij wat meer over je schouder. Snap je wat ik bedoel? En het is ook met geen mogelijkheid anders te krijgen. Dus het zit wel een beetje raar aan de bovenkant. Maar de broek zit echt niet. De broek zit onwijs strak bij de bovenbenen hier ook. Beneden is hij eigenlijk net te kort. Want ik heb nu geen schoenen aan en hij komt zeg maar al boven. Je wil zeg maar dat het echt wel langer valt. Als ik nu nog schoenen aan doe is het echt zo'n net niet lengte. Maar de broek hier zit echt bij de bovenbenen zo onwijs strak. Dus dit setje is echt niks. Misschien ziet het er op beeld wel leuk uit, maar het echt, dan snap je helemaal wat ik bedoel. En hier zie je misschien nog een goed de bovenkant. Dat dat heel raar zit. Hier zit hij wat meer zo. En hier gaat hij echt zo. Dus het is een beetje scheef. En dat is dus met geen mogelijkheid anders te krijgen. Dan heb ik voor 5 euro een riem gehaald. En ik vind deze toch ook zo gaaf. Oh, heel mooi. Dit vinden misschien heel veel fout. Ik vind dit echt heel gaaf. Met een all black outfitje, een beetje wat ik nu aan heb. En dat je dan zo'n riempje zo omdoet. Dus het is gewoon een panterprint riem. Het is van een stofje, dus het is ook zacht. Maar de gespen en details, die zijn dus goud. Nou, ik vind het echt een fantastische riem. Helemaal het. Maat 90. Ik had geen idee welke maat ik moest. Ik denk, ik doe 90. Gewoon echt op de gok. En als ik wel het gaten erbij maken. Dus een riem. Oké, dan dus even nog het riempje. Ik zou het niet met dit outfitje doen, maar wel bijvoorbeeld alleen met dit broekje. Dat vind ik wel heel tof. Maar niet met dit topje. Maar het riempje is fantastisch. Ik ben echt verliefd op het riempje. Ik moet wel even kijken hoe ik dit ga doen. Dat ik hier dan een elastiekje doe of zo, dat dit hier wel vast blijft. Want het bungelt dus een beetje. En als ik hem strakker doe, ja, soms kun je het zeg maar ook onderdoor halen. En dan hier weer doorheen, zeg maar. Maar daar is hij dan net te kort voor. Dus, maar deze riem is toch fantastisch leuk. Echt heel erg leuk, vind ik hem. Dus alleen nog even kijken hoe ik het ga doen met het vastmaken hier. Dan, oh ja, dit bestel ik altijd op Shein. Hij is alleen echt niet mooi binnengekomen. Kijk nou, er zitten helemaal foutjes in. Maar goed, dit is zo'n plak dingetje. Een cup C. En dan, dit heb ik nooit eerder gehad eigenlijk. Dat je dit los kan halen. En dan kun je het aan elkaar doen of zo. En dan
Nou ja, we gaan er mee maken. Ik vind het gewoon fijn, net zoals boektape. Bij bijvoorbeeld die topjes met die waar je die strikjes hebt en die van Lovies, wil je geen BH zien. Dus dan is dit wel mooi. Maar goed, dit is niet boeiend. €1,75 kost dat. Dan even een leuk kleurtje. En ik hoop dat ik deze pas, want dan wil ik hem vandaag aan gaan doen. Met dit lekkere weer. Dit is een setje. En dit broekje ziet er al echt super mooi uit. Ik moet hem alleen even strijken. Laat ik nou net nog geen strijkplank en zo hebben. Ik woon net in dit huis, maar we hebben nog geen strijkplank. Maar goed, en ook geen strijkijzer. Maar dat komt wel. Dit is een broekje. Een vet leuk roze broekje. Met een band dus. Hij schijnt wel door, want ik zie het kaartje, dat zwarte kaartje zie ik er doorheen. Kijk nou. Het is toch leuk? En dan denk ik open dragen. En dan misschien met dat witte bandeautopje of dat zwarte bandeautopje. Nou, helemaal vrolijk. De stof ziet er goed uit. Mooi afgewerkt. Ook die knopen vind ik heel gaaf. Beetje bruinig. En ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat dit een heel leuk setje is. Ik vind de kleurcombi ook heel leuk. Dus dat is die. Dit setje heb ik dus in de kleur vel roze in de maat M. En het kost €22. Nou, ik heb het eerste setje aan. Ik vind het helemaal niks, helaas. Ik vind het blouseje wel echt super leuk. Maar goed, het is natuurlijk als set te koop. Dus het is niet dat ik dan alleen een blouseje kan houden. Het broekje pas ik namelijk wel. Maar ik vind hem echt niet mooi. Ik weet niet, het zit gewoon... Zo'n broekje hoort een beetje lossig te zitten ofzo. En ik vind hem niet mooi zitten. Het sluit gewoon te nauw aan of zo. En voor mij mag dat juist wel wat losser. Dus nee, dit setje ga ik wegdoen. Het voelt een beetje als een pyjama zo. Dus deze gaat retour. Dan kom ik volgens mij bij het allerlaatste aan van deze shoplog. En ik heb geen idee meer wat dit is. Volgens mij ook een setje. Ja, ook een setje. Maar dan zwart. En ik denk al gelijk aan dat panterprint riempje hierbij. Dat is leuk. Dat ga ik misschien wel aandoen vandaag. Dit is het. Het is een zwart broekje. Ik heb nu echt genoeg korte broekjes van dat linnen stofje. Dit is echt weer zo'n linnen stofje. Ook heel erg lekker stretchy, want er zit een band in. Super mooi. Moet wel even gestreken worden dus. En dan hoort daar... Oh, dit is zo'n ding. Ja, dit zie je nu heel veel. Zo'n Spencer topje. Ook in een linnen zwarte kleur. Ik vind dit echt heel mooi. Leuk ook met zo'n ketting erbij. Hele leuke set. En dan met dat pantenprint riempje. Ik zie dit helemaal voor me. Ik ga dit gelijk aandoen. Heb ik in de maat M en dit setje bij elkaar. Dat kun je dus niet los bestellen. Kost €23. Nou, dan dus dit setje. En ik vind deze echt heel erg leuk. Die Spencer die sluit echt heel mooi aan. Dus die valt heel goed. Ik moet het alleen echt nog even strijken. Maar ik vind die echt heel mooi. En het broekje sluit ook gewoon heel mooi aan. Hiervoor heeft hij zeg maar geen elastiek. Maar aan de achterkant wel. Dus dat is wel echt heel fijn. En hij is gewoon wat losser zeg maar. Dit is gewoon hoe ik een broekje mooi vind vallen. En zo had dat roze broekje eigenlijk ook moeten vallen. Dus echt perfect. Leuk met cowboylaarsjes er ook zo onder. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik vind deze ook echt heel mooi. Nou, en ik had dus best wel een grote bestelling geplaatst. En toen kreeg ik er een gratis iets bij. En dat is dus blijkbaar een armbandje. Maar kijk nou hoe schattig dat binnenkomt. Helemaal leuk. Ja, ik vind dit dus eigenlijk wel heel cute. Het is dus met steentjes, edelsteentjes. Het zal vast nep zijn. Maar wat ik wel lelijk vind is het bedeltje. Want er staat Shein op. Maar aan de voorkant staat een S. En mijn vriend heet Sander. Dus een S voor hem. Dat kan best wel leuk zijn. Maar goed, ik weet niet. Het is leuk dat je dit erbij krijgt. Goed, dit was de mega lange shoplog. Ik ga nu alles aandoen. Jullie hebben het kunnen zien. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje past. Ik zal proberen de linkjes in de beschrijving te zetten. Dus dan kun je dat even checken. Let op, deze samenwerking. Deze video is dus geen samenwerking. Dus allemaal gewoon zelf los besteld. Ik heb ook geen kortingscode voor jullie. Maar er zijn altijd wel kortingscodes en couponcodes bij Shein. Maar ook wel bij Lovies en Stradivarius, weet ik niet. Maar goed, moet je zelf even checken op internet of zo. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video weer. Doei doei!
Ik ga snel uit deze bloedhete zolder.